Ze zijn al een tijdje behoorlijk cliché, de filmpjes waarin pauwnet verslaggevers naar demonstraties gaan, puur om ergernis op te wekken bij de mensen die protesteren. Het gaat nooit om de inhoud, alleen om de vorm. Het ultieme doel? Dat iemand uit zijn slof schiet, de plopkap van de microfoon trekt en dat ze daar dan schande van kunnen spreken. Pauwnet verslaggever Tom Oldhoff krijgt tijdens een of ander protest een koekje van eigen deeg. Daar wordt hij tijdens het maken van zijn eigen item geconfronteerd met een andere brutale verslaggever, maar dan van een linksactivistisch platform. Al snel blijkt dat Tom geen idee heeft waar het protest eigenlijk over gaat, ondanks dat hij daar verslag van doet. Ja, dat vragen wij ons ook af. Wij gaan als objectieve journalisten erin vandaag. Wij laten ons vertellen wat hier gebeurt. Heeft hij zich verdiept in de eisen? Jazeker, ik weet wel ongeveer wat er speelt, ja. Wat precies? Dat kan hij niet uitleggen. Dan begint Tom zich te beklagen over de objectiviteit van zijn interviewer. Jij bent een beetje bevooroordeeld in hoe je mij interviewt, maar jij hoort ook objectief te zijn. Je cameraman is aan het lachen en schudt net heel hard nee. De verslaggever, AHWWW, AHHWWW. Dat is natuurlijk wel jouw brand, hè, objectiviteit? Tom, jongens, ik vind het zo wel weer mooi geweest. De verslaggever, oh, nu gaat Ponoes weglopen? Gaan we een Ella Vogelaartje doen? Tom staat behoorlijk te kijken. Hij had duidelijk niet verwacht dat er iemand aanwezig zou zijn die het hem moeilijk zou gaan maken. Nu kom ik zelf ook niet eens meer uit mijn woorden. Als hij een inhoudelijke vraag krijgt, geeft Tom geen thuis, nee, jo, geen verstand van. Ik ga er niks over zeggen als ik er geen verstand over heb. De verslaggever, jij denkt dat je objectief bent, maar je weet helemaal niet waar het over gaat. Je hebt niet eens even 5 minuten opgezocht wat de hoofdeisen zijn. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.